Afgelopen vrijdag 3 maart doet iemand een heel nare vondst in het water van de Lek. Langs de schuwwacht in Lekkerkerk drijft een grijze plastic tas in het water met daarin een overleden volgroeide baby. Het is nog onduidelijk wie de baby is, hoe ze is overleden en wie haar ouders zijn. Ook maakt de politie zich zorgen om de moeder. Buurtbewoners hebben inmiddels wat bloemen en een knuffeltje neergelegd op de plek waar het meisje vrijdagmiddag rond 1 uur is gevonden. Dat is langs de schuwwacht, de dijk tussen Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek, niet ver van de eendenkooi. Maar dat hoeft niet te betekenen dat het kindje ook daar in het water is achtergelaten. Dat kan ook op een andere plek aan de Lek zijn gebeurd. Als u daar in de dagen voor 3 maart iets van heeft gezien of misschien camerabeelden hebt, neem dan zeker contact op met de politie. Denkt u te weten wie het meisje is, wie haar ouders zijn of wat er met haar is gebeurd? Bel 0800 6070.